Wat leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Jullie gaan nu kijken naar alle 10e afleveringen van Barry in Fortnite. Ja, ja, deel 10e aflevering die jullie nog niet hebben gezien. Ik presenteer met enorme trots Barry in Fortnite, de movie! Daar komt ie! Zo, dat werd dus tijd. Ja, eentje doe rustig. Hey, Benny en Barry! Huh? Wat kijken jullie zip vandaag? Zo heb ik jullie nog nooit gezien. We mogen vandaag geen Fortnite meer spelen. En ik had net een gruwelijke soft-ice skin gekocht. Sowieso dat ik daar een dikke win mee zou halen. Denk het niet. Nee, misschien ook niet. Oh ja, dat is wel echt flink balen. Maar Kabouter Gnoppie heeft de oplossing. Ik denk het niet, Gnoppie. Dit is de saaiste dag van ons leven. Ik zag vanochtend een paar YouTubers. Waar? Bij professor Anton's geheime laboratorium. Volgens mij gingen ze op de koffie. Nou ja, kijk, ze hebben de deur speciaal voor ons opengehouden. Wordt het misschien toch nog een leuke dag, Barry? Nou, ik zie ze helemaal nergens, hoor. Misschien zijn ze wel een broodje halen of zo. Oh, moet je kijken. Een levensechte rift. Yo, hoe kan dit? Zou die echt werken? Ik zou het niet proberen, Barry. Je weet nooit waar je terechtkomt. En kan je nog wel terug? En wat als je heel hoog in de lucht naar beneden valt? Inderdaad, zonder gliders zouden we gewoon regelrecht op de grond vallen. Levensgevaarlijk! Hey jongens! Oeps, dat was niet de bedoeling! We zijn in Fortnite! Ik zei het nog, Barry! Ja, je hebt gelijk! Maar waar moeten we heen? Ik weet het niet, ik kan niet kiezen als ik gestrest ben! Ik weet het ook even niet! Kabouter Gnoppie, wat leuk dat je daar bent! Professor Anton? Ja? Stel, je valt in die rift. Wat gebeurt er dan? Dan beland je in Fortnite. Oh, maar dat is toch niet zo erg, hè? Jawel, dat is levensgevaarlijk, Gnoppie. Het is nog maar een experiment. Ik heb nog geen manier gevonden om terug te komen. Oké, dus als Benny en Barry erin zijn gevallen, dan hebben we een groot probleem. Waarom vraag je dat, Gnoppie? Nou, het is toch niet echt gebeurd, hè? Jawel. Hoor nee! Voor de hond! Laten we anders bij het houtakkersdorpje landen. Ja, dat is goed. Klap je glider uit. Hoe doe je dat? Weet ik niet. Oh nee, we vallen te platter. Jeetje, Mina zeg. Dat scheelde niet veel. Ik denk dat we voorzichtig op onderzoek moeten gaan. Je weet maar nooit of er gevaar dreigt, Barry. Barry? Benny! Huh? Ik ben hier! Barry, wat ben je aan het doen? Moet je kijken, de deur staat gewoon open! Oh nee, Barry. Het is ook altijd hetzelfde liedje met Barry. Ik hoop me dat ze ons niet zien. Barry, je moet voortaan echt even wat stiller zijn, hoor. Dit zit al... Barry? Huh? Ging je toch naar binnen? Goedemiddag! Jeetje, Mineman, ik schrik me rot. Wilt u soms wat kopen? Een Donald Lucky vissenkop, slaapzak of een vogeljonge shirtje? Holy moly, die wil ik! Ja, natuurlijk! Die wil iedereen! Vogeljongen.nl Huh? Wat was dat? Snel, zoek dekking! Oh nee! Barry, kun je wat zien of niet? Nou, met een bloot oog niet veel! Eens even kijken hoor, verrekijkertje erbij! Wist dat die van pas zou komen? Nou ja, ik zie een leuk dorpje, helemaal gemaakt van hout, boompjes, rotsjes, kanootje... En een vogeltje! Kijk, een leuk vogeltje! Barry, we zijn niet om te vogelspotten! Ik denk dat we naar buiten moeten gaan, dan zien we het vast beter! Nee, Barry, oh nee, wacht even! Oh. Vanaf hier kan je het veel beter zien! Wie zijn dat? Nou, het ziet eruit als een boer op een trekker en een tomaat op een scooter. Oh nee, toch niet een scootergang? Ze lijken me wel aardig op zich, hoor. Dat kun je nooit van tevoren weten, Barry. Die muziek die klinkt toch hartstikke agressief. Oh nee, ze komen steeds dichterbij. Ze komen de trap op. Oh. Yeehaw!
Politie Henk en Willem. Getverderrie. Politie Henk en Willem, meld u. Sorry baas, we zijn er. Wat is er aan de hand? We hebben een code rood melding bij professor Anton's geheime laboratorium. Code rood? Hallo, ik ben Barry. En wat heb jij een mooie trekker? Ja, mooi hè. Die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Voor je verjaardag? Ja, die heb ik te danken aan mijn maatje To. Tomaat is de naam. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat zal ik je even uitleggen. Die trekker is inderdaad mijn idee. Zonder Wilfred, hier, zou kamp Misbank zoals niet bestaan. We waren zo'n groep kneuzen die altijd verloren. Je weet wel, van die bushcampers. Maar Wilfred was degene die echt in ons geloofde. We bouwden onze eigen camping met kanoverhuur genaamd Kamp Misbanksels. We waren Wilfred zo dankbaar dat iedere dag als hij zijn dagelijkse wandeling maakte, wij als een gek gingen vissen. En alles wat we dan opvisten verkochten we aan de lokale automonteur. Die is gek op vis. En van de opbrengst kochten we die mini-trekker. Nou, je had zijn gezicht moeten zien. Ja, wat een top ding. Kreeg er iedere dag mee. Prima. Het is allemaal prima, ik scheur met mijn trekker op het platteland. Op het platteland. Het is allemaal prima, soms trek ik zelfs een wheelie op het platteland. Op het platteland. Hey, maar jongens, allemaal leuk en aardig, maar wat komen jullie hier eigenlijk doen? Nou, we vielen in een rift en toen kwamen we in deze wereld terecht en we zijn op zoek naar de weg terug. Nou, dat is ook toevallig, dat zei die jonge meid van gisteren ook. Is er hier nog iemand uit onze wereld? Ja, maar het was de naam ook alweer, Adriaantje Granen of zo. Serieus, Adriaantje. Ik heb er trouwens ook nog een filmpje van gemaakt gisteren, hier, kijk maar. Oh, wacht, nu vind ik mezelf, even hier hoor, ja, zo, ja. Ik ben Arjan Granda. Eén keer moest ik zo vroeg opstaan om mijn paardenstaart te verzorgen. En weet je wat er toen gebeurde? Oh shit! Oh mijn god, het is appelkaas! Ja, daar had ze het al over. Ik snap er helemaal niks van. Ik wel. Ik volg haar op TikTok. Ja, ze bleef hier overnachten. En vanochtend ging ze met de boot richting de woestijn. Ze had het erover dat de rest daar geland was. De rest? Barry, ik denk dat dat de YouTubers zijn waar Kabouter Gnoompie het over had. Oh mijn god! Zij weten misschien hoe we terug moeten komen. Oh, we moeten er direct achteraan! Nou, wacht even. Ik moet je even wat vertellen. Een goede vriend van ons, Corrie de Kip, had s'avonds trek in een tacootje. Dus hij had s'nachts een taxi besteld naar Crazy Grove. Wat denk je? Wielklem. Wat doet die gekke kip? Gaat hij lopend? We hebben hem sindsdien nooit meer gezien. Het enige wat we nog van hem terugvonden waren een paar veren. We vrezen het ergste. Maar je moet het zelf weten. Ik dacht, ik zeg het gewoon even. Kijk, ik snap dat jullie naar de YouTubers willen gaan, maar hou er rekening mee dat het levensgevaarlijk is daarbuiten. Vreselijk gevaarlijk. Ja, dat is waar, maar misschien weten die YouTubers hoe we uit Fortnite moeten komen. Je weet wat er gebeurd is met Corrie de Kip, hè? Die is 's nachts door de wolf opgevreten. Ja, dat had je verteld, ja. Maar succes ermee. Wilfred! Mag ik een ijsje pakken? Natuurlijk! Zo, die jongens, die hele vriezer zit tot een nok vol. Ja, even snel eten hoor. Nom, 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 lekker. Oh, dit is ook lekker. Zo, deze gebruiken we lekker als pickaxe. Beste vrienden, omdat we jullie een hart onder de riem willen steken, hier een afscheidslied. Ken je het verhaal van die tweede boss? Ze werden nog gewaarschuwd, maar ze lieten niet los. De een die was een taco en de andere een dessert. Nee, ze kwamen niet ver. Ik had ze nog gewaarschuwd, maar ze luisterden niet. Ja, dan moet je het zelf weten, maar dan snap je het niet. In de bos, er wonen wolven en die buiten je lek. Maar luister niet naar mij, want ik ben gek. Luister niet naar mij, want ik ben gek. Ja, je moet het zelf weten en ik heb het gezegd. Ja, zoiets. Veel succes. Geweldig, wat een mooi lied. Ja, heel erg, ja. Oké, we beren hem. Doei! Yeeha! Woehoe! Haha! Jeehee! Doe de vogel! Doe de vogel! Riba, riba, riba! Jaha! Oeps! Sorry! Had jij die benzine nog bijgevuld, of niet? Ik niet. Dat deed Corrie de Kip altijd. Oh ja. Oké. Okay. Ik heb een potje snet al
al op de tafel gezet. Hey, moet je kijken, er staat een rood mannetje. Waarom zit hij ons zo aan te kijken? Ik denk dat hij niet van snert houdt. Nou, het lijkt meer alsof hij ons wilt waarschuwen. Wel, nee joh. Nou Barry, ik vind het wel een beetje spannend worden. Het wordt steeds donkerder. We zijn lekker op weg, Benny. Als we zo doorgaan, zijn we binnen de kortste keren bij Appelkaas en de andere YouTubers. En dan komt alles goed. Ik hoop dat je gelijk hebt, Barry. Hey, de motor stopt. Volgens mij is de benzine op. Wat? Nee, we zijn pas net onderweg. Geen probleem, Benny. Ik denk dat dit onze geluksdag is. Kijk maar, achter die bosjes daar brandt licht. Oh nee, Barry. Zij kunnen ons vast en zeker wel helpen. Ik heb in tijden niet meer zo lekker gegeten, zeg. Je vindt niet iedere dag een burger in zijn eentje in het bos lopen. Met alles erop en eraan. Weet je waar ik echt nog trek in heb? Een toetje. Ik ga even een kijkje nemen, Benny. Ik ben zo terug. Nee, Barry. Blijf nou hier. Als je het over een toetje hebt. Oeps. We gaan jou eens even lekker opbeuzelen. Wacht even. Hoezo? Ik heb een voorstel. Of één softijsje. Of twee grote waterijsjes. Twee waterijsjes natuurlijk. Ja, dat ga ik dus echt niet eten, hè? Hoezo niet? Dan hebben we er allebei één. Sowieso dat we hem opvreten. Softijs is 10 keer lekkerder. Daar ben ik het niet mee eens. Dan ben je het er toch lekker niet mee eens? Jongens, jullie hoeven toch helemaal niet te kiezen, hè? Als je hem eet, eet je automatisch ook zijn waterijsjes. Oh, ik word zo moe van jullie. Hoe laat is het eigenlijk? Even kijken. 6:30. Wat dan? Oh, chips. Dan moet ik al lang thuis zijn. Oké, waar waren we gebleven? Jullie gingen mij opeten? Oh ja. Ijs. En mijn moeder is niet nice. Hey. Huh? Wie is dat? Goedenavond, dames en heren. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Het Rode Mannetje. Eens even kijken, wie hebben we hier? We hebben een soft ijsje. Ziet er goed uit. En misschien die twee wolven. Oh, gevaarlijk hoor. Ik zat zo te denken, jongens. Jullie zijn de perfecte kandidaten voor mijn nieuwe televisieprogramma Sterren Dansen op het Strand. Jullie hoeven elkaar helemaal niet op te eten. Want degene die wint, wint niet zomaar iets. Hij wint namelijk 50 liter schepijs. Is er ook waterijs? En speciaal voor jou ook een lekker waterijsje. Doen jullie mee of niet? Wat denk jij nou? Natuurlijk! Ja, wij doen mee. Ondertussen in de echte wereld. Professor Anton. Hij is druk bezig met een plan om Barry en Benny uit Fortnite te halen. De broncode van de Rift is zo geprogrammeerd dat hij altijd naar Fortnite leidt. Maar wat als wij de bestemming van de Rift herprogrammeren richting deze wereld? Oké, dus als ik het goed begrijp, is het gewoon even de code aanpassen en Barry en Benny kunnen weer terugkomen? Inderdaad, Willem. Wat ben je toch ook slim? Weet ik. Het probleem is alleen dat de broncode alleen vanuit Fortnite veranderd kan worden. Oh, dat is niet zo handig. Nee, en daarom moet iemand de Rift in. Ik sta te denken aan Kabouter Gnompie of jullie twee. Dat ging maar net goed. Oh nee, de cactus. Jeetje, wat moet ik landen nu? Oh, cactus. Oh, dat ging maar net goed, zeg. Zo, de jongens. Zag je dat, Henk? Ik zat bijna met mijn kont in die cactus. Oh. Henk? Henk? Oh nee, Henk! Henk! Ik ben hier, Willem. Ik voel me als een vis in het water. Dat zijn geen grapjes, Henk. We moeten bij elkaar blijven. Ja, dat weet ik. Maar ik zag een paar wilde zwijnen verderop. Daar hebben we toch helemaal niets aan? We moeten het plan volgen. Ja, ik dacht misschien is het handig. Nee, want kijk, dit boek is van professor Anton. En hier staat precies in waar we naartoe moeten. Even kijken, hoor. Synapse Station. Synapse Station. Daar is namelijk een vriend van professor Anton. En die heeft een speciale computer waar we de codes van de Rift kunnen veranderen. Dat klinkt als muziek in de oren, Willem. Dan kunnen we eindelijk Barry en Benny bevrijden. Ja, inderdaad. Maar met dansen komen we niet ver, Henk. Ik ga even wat nuttigs doen. Oh, nou, dat gaat mis. Even kijken hoor. Ja, hoe kom je er eigenlijk op? Ja. Kijk, ik ga even op de uitkijk kijken waar we naartoe moeten. Ja, kijk hoor. Zie je al wat?
Ja, jazeker. Heel interessante dingen. Moeten we die kant op? Nee, denk het niet. Mijn gevoel zegt dat we deze kant op moeten. Oeh, gaan we naar de wilde zwijnen? Willem, kom hier. Moet je kijken, dit was die zwijn waar ik het over had. Ah, een wild zwijn, daar kunnen we op rijden. Wat een goed idee van mij, hè, om hier naartoe te gaan. Ja. Precies, en jij gaat hem vangen. Ik? Ja, nou, ik hoor het alweer. Ja, ik heb nog nooit op een wild zwijn gereden, Willem. Henk, je begrijpt het niet. We moeten zo snel mogelijk naar Synapse Station. Ja, maar hij is zo groot. Wel, nee, joh, het is gewoon een dikke cavia. 3, 2, 1, aanvallen! Rennen, 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 spring, spring. Oeh, iets te ver. Kom hier, bruine hangbuikzwijn. Maak hem nou niet boos. Ik maak hem niet boos, jij maakt hem bang. Drachteraan! Ja, drachteraan! Ja, hij staat stil. Hoppakee, oh mis. Gewoon nog een keertje proberen. Hoppakee, oh nee. Ah, getverderrie, nu zijn mijn slippers nat. Willem, hij wordt een beetje boos. Ja, dat valt wel mee. Nou, moet je kijken. Oh, oh, hij ramt hier een rotsblok kapot. Henk, rustig, je moet me concentreren. Ja. Ja. Geweldig, Willem, je bent geweldig. Dat weet ik, dat weet ik. Weet je waar we naartoe moeten, Willem? Oh ja, zeker. Natuurlijk weet ik dat. Wij zijn op zoek naar Synapse Station. We rijden op de wilde zwijn. Wanneer gaat die pijn nou verdwijnen? We denken niet aan stoppen, want we hebben een steengoed plan. Maar dat kunnen we niet doen op een lege maag. Lekker stunten op de zwijnen, ja dat doen we graag. En een rondje Max verstappen op de racebaan. Een bakje koffie met z'n vieren in de caravan. La 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 la. Met de codes in mijn zak op zoek naar Synapse Station. Oh, dat einde ging niet zo goed. Nee, dat, ja, dat moet nog even aan werken, ja. Eindelijk, we zijn er. Hè? Zo, nou, wie is dat nou? Wat kregen we nodig? Staat iemand? Oh nee, wat moeten we doen? Ja, dekking zoeken natuurlijk. Ja, nu we er zo zijn, poep ik toch stiekem wel alle kleuren van de regenboog. Ik dacht al, wat ruik ik toch? Maar moet je zien hoe eng die bewaker eruit ziet? Oh nee. Kunnen we niet gewoon wat anders gaan doen? Nee, we moeten binnen zien te komen om die riftcode aan te passen, Henk. Anders komen we nooit meer uit Fortnite. Willem, ik weet het niet hoor. Misschien moeten we er gewoon van doorgaan met de wilde zwijnen. Ja, misschien is daar wat een... Hé? Waar zijn ze gebleven? Volgens mij zijn ze hem gepeerd, Willem. Ik wist dat. Stelletje bange scheiders. Maar we hebben ze toch niet nodig om die bewaker... Kreeg Noord. Die bewaker is ook verdwenen. Misschien moest hij wel nodig naar het toilet. Ja, ik moet ook wel nodig. Waarom ging je niet in die caravan dan? Ja, die wilde zwijnen die hadden die hele wc omgekakt. Ik dacht, ik ga echt niet hoor. Nee, dat snap ik. Maar we kunnen nu wel naar de ingang. Ja, laten we dat doen. Maar wel voorzichtig, hè. Hé, Willem. Moet je kijken. Een computer. Misschien is dat wel die ene waar professor Anton het over had. Ja, dat zou best kunnen. Oh, schrik maar rot. Die deur ging open. Oh. Ik zal even de codes erbij pakken die Anton heeft opgeschreven. Nou, ik vind het wel een beetje een ingewikkelde computer, Willem. Met allemaal van die rare tekentjes. Waarom is het niet gewoon een kleurenscherm, zoals mijn mobiel? Dit is een speciale computer, Henk. Net als in die films. Oh. Er staan twee verdachte mannen bij de ingang, baas. Ze zitten te klooien met de toegangscomputer. Wat moet ik doen? Ik heb ze in mijn vizier. Allee, maar wat maakt deze mannen zo verdacht volgens u, hè? Ze kwamen aangereden op wilde zwijnen en hielden zich schuil tot bewaker 2040 pauze had. Nou ja, hij nam pauze, want hij had diarree. Oké. Heel erg. Ik ruik het zelfs hier. Het is echt vies. Laat de bewakingsbeelden van de computer zien. Oh mijn god, ik weet genoeg. Zal ik de trekker overhalen, baas? Ja, dat is goed. Misschien bedoelt professor Anton een andere computer. Wacht! Zei je nou professor Anton? Volgens mij wel, baas. Kijk, in het boek staat een plaatje van een computer. Oh, ik zie die. En die ziet er precies hetzelfde uit als deze. En dan moeten we de broncode van de rift aanpassen. Allee, maar hoe weten zij van professor Anton en de broncode van de rift? Haal die twee onmiddellijk hierheen. Ja, baas. Komt in orde. Dit lied is echt geweldig, Henk. Hoe kom je eraan? Ja, ik weet niet. Ik druk er gewoon op een knoppie. Willem, ik moet eerlijk zeggen,
Het is best lekker om even te dansen, zo weet je. Best moeilijk die konen en voeren op dat apparaat. Ik snap er helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Maar dat dansen, daar gaan we goed af. Leeuw web. Meneer, weet u misschien hoe we die konen moeten invoeren? Oh jeetje, wie bent u? Willem. Leeuw web. Goedendag meneer. Goed nummer, hè? Nee. Oh, u houdt zeker meer van Rick Ashley of zo. Nee. Snelle? Nee. K3? Nee! Genoeg gepraat! Jullie worden verwacht door Dark Vader. Dark Vader? Nee, Dark Vader. Als in Zwarte Vader. Oh, ik trek het niet meer. Zoals ik al zei, jullie worden verwacht door Dark Vader. Is die friendly? Ja, zeker. Kijk eens aan, ze kunnen ons vast helpen, Henk. Het komt allemaal goed. Oeh, gelukkig zeg. Jeeha, we vliegen zo meteen naar huis. Joehoe. Ik snap zelf helemaal niets van die code. Hier zijn de gasten, baas. Allee, welkom in Synapse Station, beste vrienden. Met wie heb ik vandaag het genoegen? Mijn naam is Willem en die vis hier, dat is mijn collega en mijn beste vriend Henk. Hoi. En u bent Zwarte Vader, toch? Dark Vader zult u bedoelen. Ja, precies. Zwarte Vader. Nee, Dark Vader. Ah. Oh, gaat het? Allee, niks aan het handje. Waar komt u voor? We zijn vanuit een andere wereld naar dit adres gestuurd door professor Anton. Met een speciale code om de rifts te kunnen aanpassen. Aha, professor Anton. Wij kennen elkaar van vroeger. Hè, dus u komt ook uit onze wereld? Allee, maar wij zaten op dezelfde opleiding, hè? Ik was bezig met het maken van mijn eigen computergame. En Anton had een apparaat gemaakt waarmee hij objecten uit de echte wereld in de computer kon plaatsen. Anton en ik besloten om samen te gaan werken en creëerden de allereerste rift. Ik sprong erin en belandde in mijn eigen game. Ah nee, dat gaat u niet mee. Dan bent u de mager van Fortnite. Oh ja, zeker. En nu zijn jullie hier met de koning om terug te gaan. Hier heb ik jaren op gewacht. Jullie zijn helden. Ja, en het was nog knap lastig. Maar het is ons gelukt, toch Henk? Ja, reuze gevaarlijk, maar het is gelukt. Allee, maar we hebben geen tijd te verliezen, mannen. Kom mee. Kijk, daar zijn we dan. Hier worden de rifts gemaakt. Ja, ja, hier moeten we zijn. De computers zijn al een tijdje niet gebruikt, dus we moeten kijken of het allemaal gaat lukken. Geef de code maar hier. Ja, nou, kijk, ik vind het eigenlijk toch wel spannend eigenlijk, zoals dit, gewoon dat geef goed is eigenlijk. Ja, maar, nee, allee, ja. Doe toch niet zo moeilijk. Nu is hij van mij. Hahaha, eindelijk! Oké, dat klinkt niet geruststellend. Je gaat ons toch wel helpen, hè, met die bronco. Mond houden! Of moet ik deze soms gebruiken? Ik zeg niks. Duidelijk. Het is tijd voor een potje Pac-Man. Alleen maar dat is toch echt een topspel, hè? Ik kan er zo van genieten. En als klein man, ik had daar al grote prijzen mee gewonnen. Willem, ik weet wat je denkt, Henk. Jullie denken helemaal niks. Jullie blijven gewoon hier. Maar wat cool, ik echt leuk vind als Tetris. Tetris, dat is ook echt mijn favoriet. Ja, stoppen. Huh? Maar waarom stoppen we? De danswedstrijd is op het strand. Wij hebben één duidelijke regel en dat is als we bij een tankstation zijn, dan halen we paprika chips. Woekels. Nee, paprika. Woekels for life. Oh ja, daarom zijn het zeker al dat de zakken chips die blijven liggen. Gadverdamme man, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga gewoon lekker paprika halen. Persoonlijk vind ik cheese en onion ook een hele lekkere smaak. Zal ik voor jullie ook even een zakje halen, jongens? Nee, Barry, dat is niet de bedoeling. Jij blijft gewoon hier, oké? Okay? Ik weet het al, jij bent meer een kaasknabbel, man. Want die zijn ook heel erg lekker. Barry, nee, luister, je moet even... Jullie moeten even heel snel jullie mond houden, nou. Wij bepalen wat er hier gebeurt. En over wij gesproken, we gaan helemaal geen paprika eten. We eten wokkels. Oh, wij als jullie één beweging maken. Oh nee, volgens mij zijn die twee niet te vertrouwen. Jongens, ik moet jullie iets heel erg belangrijks vertellen. We zitten in grote problemen. Ja. Ik ben er bijna. Het is nog maar één leveltje en dat... Oh ja.
Is hij nou serieus gewoon een spel aan het spelen? Sst, hij zich aan het concentreren. Ja, nu, kijk bij het raam. Kijk. Oké, is goed, maar wat moeten we zien? Oh, kijk, daar is een rift. Jojojojojo, alleen nog één stukje en dan dat ja. Zo, zwarte veten, dat klonk als een hele boodschap. Ja, alsof je snap had gereden gisteren. Als ik het niet had gehaald, was deze hele toko geëxplodeerd. Oh, hè. Hé, wat is dat? Dat is de rift. Rift to go. Oh, eindelijk. Dan kunnen we terug naar de normale wereld. Maar eerst moeten we nog Barry en Benny vinden. Daarom heb ik ook een rift to go gemaakt. Dan kun je hem overal mee naartoe nemen. Ja, heel leuk allemaal, maar dat ding doet het maar 5 minuten. Dus jullie moeten nu als de zodemieter opschieten en die Barry en die Benny vinden. Dus ik zeg, let's go! 5 minuten? Allee, ik maak ze ook niet iedere dag, hè. Rennen! En lekker een zakje wokkels. Nee, sowieso paprika. Wokkels, paprika. Oh nee, wat wil je vertellen dan? Oké, laat ik het maar gewoon meteen vertellen. Er is geen danswedstrijd. Dus we kunnen ook geen ijs winnen? Nee. Oh nee, hoe kan je me dit aandoen? Het is vreselijk. Maar Barry, luister. Ik zag je staan bij die wolf en ik dacht, ik moet tijd winnen. Dat is echt heel lief, maar ik moet het nog even verwerken. Maar jongens, luister. Nu is het moment. We moeten een plan verzinnen om te ontsnappen. Maar die wolven rennen 3 keer zo hard als ons. We kunnen niet weg. Gewoon. Ik had zo graag 50 liter scherp ijs gewonnen. Maar waar zijn Barry en Benny dan? Ja, en we hebben nog maar ongeveer 4 minuten. De rift die ik voor jullie heb gemaakt is naar jullie wereld. Maar hier op Synapse Station maken we aan de lopende band rifts binnen deze wereld. Wow. Dit is onze grote trots van 150.000 kilowatt. Zo, dat is aardig wat. Ja, en daar gaan jullie nu in. Wat? Ja, maar wat dachten jullie dan, hè? Ik ga niet alles voorkouwen. Ja, maar we weten niet eens waar ze zijn. Nou, ze zijn al gespot op de beveiligingscamera's van het tankstation om de hoek. En jullie hebben nog maar 3 minuten. Oké, daar gaan we. Oh, nee. Hoi, bedankt. Allee, jullie bedankt voor de code. Oké, waar is dat tankstation? Daar achter die bomen, Willem. Oké, klap je glijder uit. Jongens, we komen jullie redden. Maar wat als we nou onbeperkt sperps met ze gaan eten? En dat ze dan geen trek meer in jullie hebben? Jullie zijn het toetje. Geen goed plan. Hé, wat is dat nou? Kijk uit voor die bom, Willem. Oh, naar rechts. Ah nee, dat is te veel. Oh, terug. Huh? Ah, en zo. Zo, Henke, Willem, zijn jullie dat? Oh ja, zeker. The one and only Willem. Ja, en me, Hank. Dat zijn de 2 politieagenten uit ons dorp. Ik ben bang dat ze hier niets voor ons kunnen betekenen. Hoe kom je daarbij? Wij zijn echte helden, toch, Hank? Ja, echte helden. We hebben op wilde zwijnen gereden, zwarte veter hebben we goed onder druk gezet. Dat zal best, maar jullie zijn niets meer dan sushi en een gehaktbal voor deze 2 gevaarlijke wolven die ons gevangen houden. Wokkels, kijk alleen maar vrienden. Wokkels moet geen paprika, maar wokkels, ik wil alleen maar wokkels. Oh, ik had daar misschien beter een andere skin kunnen kiezen. Misschien zijn ze vegetarisch. Oh nee, dus jullie kunnen ons ook niet helpen. Helpen? Oh ja, snert. Dat is waar ook. Henk de Rift. Oh ja, volgens mij had ik hem hier ergens opgeborgen. Maar ik kan het niet... Nou ja, zeg. Nou, ik ben hem toch niet kwijtgeraakt, hè? Henk, we hebben nog maar 1 minuut. Oh, hij staat in mijn zak. Oh yes, een rift. Dan kunnen we met z'n allen naar een andere plek vluchten. Nee, deze gaat terug naar onze wereld. Henk, schiet nou op. Hé, wat hoor ik? Ze waren toch met z'n 3, hè? Ja, wat dan? Het zijn er nu 5 geworden. Naar achter, jongens. Ah, ze mogen niet ontsnappen. Oh nee, ze hebben ons gezien. Snel, Henk, ze komen. Ah, leg neer die rift. Oh, waarom gaat het zo langzaam? Ja. 3, 2, 1, spring! Chips, ze zijn ontsnapt. Niet ineens springen. Deze rift is anders. Volgens mij hebben ze het niet overleefd. Nee. Ik denk het ook niet. Ja. Wauw, het is een wonder. Volgens professor Anton was de overlevingskans echt 0,00001%.
Wacht maar niet uit. Jullie zijn heel uit teruggekomen. En dat is het allerbelangrijkste. Het was echt te gek. Huh? Kunt u de rift niet zo maken dat we er heel makkelijk in en uit kunnen gaan? Oh nee, ik ga er niet meer in hoor. Nee, zoals het er nu uitziet, is de rift compleet verwoest en kan er niemand meer in of uit. Oh, en appelkaas dan? Oh nee. Dat was hem jongens. Ik wil jullie enorm bedanken voor alle duimpjes omhoog en alle lieve comments op mijn video's. Ook wil ik mijn vrienden bedanken die alle afleveringen hebben meegeholpen met acteren. Jullie zijn geweldig. Oké, laat allemaal een leuke comment achter en wie weet kom je in de volgende video. Check ook zeker deze video en dan check ik jullie later. Hey, Marshall.